Dit is college 3. In dit college gaan we praten over sociale cognitie. En in het eerste gedeelte van het college staat de structuur van kennis in ons brein centraal. Laat ik beginnen met het geven van een definitie van sociale cognitie. Met sociale cognitie bedoelen we de manier waarop mensen over zichzelf en over de sociale wereld denken. En specifiek hoe mensen sociale informatie selecteren, interpreteren, onthouden en vervolgens ook gebruiken om oordelen en sociale beslissingen te maken. Onze hersenen zijn heel erg gecompliceerd. We hebben heel veel kennis over heel erg veel verschrikkelijke veel onderwerpen. Gelukkig hebben we slimme systemen waar we op kunnen vertrouwen als wij sociale beslissingen moeten nemen. En een van die systemen zijn de verschillende schema's die we hebben in ons brein. Ons brein werkt met structuren. En één zo'n structuur heet bijvoorbeeld schema. En met schema bedoelen we een soort van overkoepelende bundel van informatie over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld alle informatie die je hebt over je collega's, over je familie, over vrienden. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld bij je familie, je hebt één bepaald schema over je zus. Je hebt één bepaald schema over je vader. Zo heeft ieder persoon en ieder onderwerp een bepaald stukje georganiseerde kennis. Dit gaat overigens niet alleen maar over personen, het gaat ook over onderwerpen. Bijvoorbeeld alles wat je weet over een tijger, alles wat je weet over een orkaan. Dus alle informatie die we hebben in ons brein is opgedeeld in een soort van georganiseerde hokjes. En die hokjes noemen we dus schema's. Nou, je kan je voorstellen dat we dus heel erg veel schema's hebben. En die schema's zijn lang niet altijd actief allemaal. Dat zou doodvermoeiend zijn. Je kan niet voortdurend al die informatie in je brein geactiveerd hebben. Dus laten we nu eens gaan praten over wanneer sommige schema's actief worden. Nou, bij bepaalde onderwerpen is dat heel duidelijk. Er zijn namelijk onderwerpen, schema's die altijd actief zijn. Chronisch toegankelijk noemen we dat. En dat geldt bijvoorbeeld voor informatie over jezelf. Kennis over jezelf is chronisch actief. En dat komt omdat wij onszelf heel erg belangrijk vinden. Iets waar we in college 5 uitgebreid verder over gaan praten. Maar het schema jezelf, dat noemen we ook wel zelfconcept, is dus chronisch actief. Het geldt ook voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld kennis over je familie. Als je familie heel erg belangrijk voor je is, is dat waarschijnlijk ook chronisch actief. Of over je beste vriend of vriendin. Of als jij bijvoorbeeld een heel erg gepassioneerd bent over een bepaalde hobby, een bepaalde voetballer, een bepaalde je schaakclub, ik noem maar wat, dan is dat misschien ook wel chronisch geactiveerd. Kennis die superbelangrijk is voor jou. Interessant genoeg wordt kennis soms ook chronisch toegankelijk als we dat helemaal niet willen. En dat gebeurt als wij gedachten proberen te onderdrukken. Dat kunnen wij helemaal niet zo goed, het onderdrukken van gedachten. En dan gebeurt er eigenlijk iets paradoxaals. Op het moment dat we ergens echt niet aan willen denken, dan worden die gedachten juist overmatig geactiveerd. Ik denk dat we die ervaring allemaal wel eens hebben als je bijvoorbeeld 's avonds in bed ligt en je zit de hele tijd te denken aan de ruzie die je laatst had met jouw beste vriend. En het zit je eigenlijk nog steeds niet lekker. En je denkt, ja, ik moet dat toch echt uitpraten, maar je bent misschien nog steeds boos en je ligt in bed. Je wil eigenlijk gaan slapen, want je hebt een hele drukke dag morgen. En je zegt tegen jezelf, ik moet er gewoon niet meer over nadenken. Niet over nadenken, niet over nadenken, niet over nadenken. Lukt het, denk je? Nee. En dat komt omdat er iets geks gebeurt op het moment dat wij een gedachte proberen te onderdrukken. Het onderdrukken van die gedachte zorgt er juist voor dat die kennis geactiveerd wordt. En dit is ook onderzocht aan de hand van een heel grappig onderzoekje. Onderzoekje zal ik nu even bij jullie illustreren. De komende 10 seconden mag jij overal aan denken. Er is geen enkel onderwerp, je hoeft niet over sociale psychologie te gaan, niet eens over je studie. Je mag echt aan alles denken wat je wil, maar niet aan een witte beer. Dus niet aan een ijsbeer denken. Niet aan een ander soort witte beer. Niet aan een witte beer denken. Dus ga je gang. Denk aan alles wat je wil. Niet aan een witte beer. Niet aan een witte beer, hè? Lukt het? Ja, nee, natuurlijk niet. Want ik zeg de hele tijd witte beer. Dus op het moment dat je de hele tijd witte beer hoort, of je denkt, wat was ook alweer de opdracht? Oh ja, ik mocht niet aan een witte beer denken. Ja, dan is hij er alweer. Want je hoort de hele tijd die term en op die manier wordt dat schema dus ook geactiveerd. Deze studie is daadwerkelijk uitgevoerd en het effect wordt dan ook wel eens het white beer effect genoemd. Het effect dus dat op het moment dat wij gedachten proberen te onderdrukken,
dat ze juist geactiveerd worden. En houd het dan ook vooral in de gaten als jij probeert ergens niet aan te denken. Dan werkt het heel slecht om jezelf op te leggen om daar niet aan te denken. Dus ook bijvoorbeeld als jij weer eens naar een verjaardag gaat, een familiefeestje. En je moeder zegt tegen je voordat je naar binnen gaat. Ja, als je je tante Roos ziet, ja, niet over de scheiding beginnen. Hè, want dat is echt een heel pijnlijk onderwerp. Dus niet over de scheiding beginnen. Niet over de scheiding beginnen. Nou, op het moment dat je die zaal binnenkomt en je loopt tegen tante Roos op. Het eerste waar je aan denkt is die scheiding. Terwijl je daar misschien al jaren niet aan had gedacht. Maar omdat je dat moest onderdrukken, is het juist ironisch genoeg geactiveerd. Nou, tot zover de informatie, de schema's die dus toegankelijk gemaakt worden, of omdat ze heel erg belangrijk zijn, of omdat je ze juist probeert te onderdrukken. Voor veruit de meeste schema's geldt dat ze alleen maar tijdelijk geactiveerd worden. En als iets tijdelijk geactiveerd wordt, noemen we dat ook wel priming. Dus dat wil zeggen dat heel af en toe worden bepaalde schema's gewoon tijdelijk even actief door een bepaalde ervaring of doordat ze op dat moment voor jou relevant zijn. Dat gold bijvoorbeeld vorig jaar toen mijn zoontje ineens het idee had opgevat dat ze heel graag een hondje wilde. En hij was helemaal geobsedeerd door het idee dat hij een hond wilde. En telkens als we naar buiten gingen, we gingen wandelen, zei hij: kijk maar mijn hond, kijk maar mijn hond, kijk maar mijn hond. En overal waar we kwamen, leek wel alsof er overal honden waren. En er waren niet daadwerkelijk meer honden dan daarvoor. Maar dat concept honden was geactiveerd. En dat stuurt dus ook zijn blikveld, zijn perceptie. De manier waarop wij de wereld om ons heen interpreteren, informatie selecteren. Dus op het moment dat jij heel veel denkt aan honden, zie je ineens overal honden. Dat gold ook voor mij bijvoorbeeld. Toen ik in verwachting was, toen zag ik ineens overal om me heen zwangere vrouwen. Ik dacht dat iedereen wel zwanger was. En dat was natuurlijk niet zo. Dat was alleen maar omdat dat concept van zwangerschap was voor mij geactiveerd. En het stuurde de manier waarop ik keek naar de wereld om me heen. En voor mijn ouders, die zijn op dit moment op zoek naar een camper om dat te kopen. En mijn moeder zei laatst tegen me: ik zie gewoon overal campers. Hij, heel gek, ik zie ineens overal campers. Nou, zo heb je die ervaring misschien zelf ook wel. Dat de manier waarop je de wereld ervaart, wat jij ziet, wordt gestuurd door de concepten, de schema's die toegankelijk zijn op dat moment. Die dus geprimed zijn. Nou, dit idee van priming is heel erg aantrekkelijk geweest voor wetenschappers. En er is heel veel onderzoek gedaan naar het concept van priming. En wetenschappers wilden kijken of bijvoorbeeld als jij een bepaald schema activeert, of je vervolgens ook het gedrag van mensen kan sturen. Dat is bijvoorbeeld onderzocht in dit volgende grappige onderzoekje, uitgevoerd door John Bartsch en collega's in 2006. Wat hij deed was een experiment. Nou, we weten allemaal wat een experiment is, hè? Mensen worden willekeurig ingedeeld in verschillende groepen. En bij dit experiment was het zo dat de deelnemers, de proefpersonen, werden opgedeeld in groep 1 en groep 2. En de deelnemers in groep 1 zagen op een computerscherm willekeurige woorden. Niet gerelateerd aan een specifiek schema, kon van alles zijn, gewoon willekeurige woorden, niet gerelateerd. De tweede groep deelnemers, de deelnemers dus in groep 2, die zagen woorden die allemaal gerelateerd waren aan het schema ouderen. Dus woorden zoals rimpel en grijs en bingo. Allemaal woorden die je misschien associeert met dat schema ouderen. Op die manier gebruikt hij dus priming. Dus hij wilde dat concept ouderen activeren bij de deelnemers. Daarna zei hij tegen alle deelnemers, groep 1 en groep 2, dat ze naar de lift moesten lopen om de lift te nemen naar een andere verdieping voor het volgende onderdeel van het experiment. Daadwerkelijk was het lopen naar de lift hoorde bij het onderzoek. En heel stiekem gingen John Bartsch en collega's opnemen met een stopwatch hoe lang het duurde dat die proefpersonen vanuit de ene ruimte naar de lift liepen. En of dat verschilde tussen groep 1 en groep 2. De gedachtegang was hierbij dat groep 2, die dus geprimed waren met dat concept ouderen, dat die misschien wel eens ook in hun gedrag gedragingen zouden kunnen laten zien die in lijn zijn met dat concept. Dus dat ze misschien langzamer zouden gaan lopen. Dus hoe lang duurt het, doen proefpersonen erover om naar de lift te lopen? Groep 2 loopt langzamer. Dat waren de resultaten van dit onderzoek. Dat was natuurlijk een hartstikke leuke bevinding. Is John Bartsch ook heel erg bekend mee geworden. Dat is echt zo'n leuke, grappige weetje, wat dan ook in het nieuws komt en zo. Nou, heel leuk voorbeeld van priming. Alleen, recentelijk, in de hele replicatiecrisis, is ook dit onderzoek een beetje op de schop genomen. En er was wat kritiek dat er wel een heel kleine steekproef was gebruikt. En of die stopwatch, of dat wel allemaal helemaal klopte en of dat wel goed was gegaan. Dus dit onderzoek is gerepliceerd, herhaald, opnieuw uitgevoerd met betere methodes. En ja, niet gerepliceerd.
Dus dat wil niet zeggen dat het hele concept priming niet werkt. Maar in deze specifieke studie, daar is geen bewijs voor. Dus dat mensen zich daadwerkelijk langzamer gaan lopen als je het concept ouderen denkt, dat is niet bewezen. John Bars heeft nog meer onderzoek uitgevoerd, waaronder ook een onderzoek wat beschreven staat in jullie boek. Ook over priming. Daarbij deelden die deelnemers weer in groepjes. En het ene groepje kreeg een kopje warme drank, dus een kopje koffie bijvoorbeeld, vast. En de andere groep kreeg een koud kopje vast. Dus die hielden ze vast. En vervolgens, terwijl ze dat kopje vasthielden, werden ze gevraagd om inschattingen te maken van de persoonlijkheid van een vreemde. Dus iemand die ze niet kenden. En ze kregen allemaal dezelfde beschrijving te zien. En vervolgens werd hen gevraagd, wat is jouw indruk van deze persoon? En John Bartsch dacht, nou misschien als jij nou zo'n warm kopje vast hebt en je leest over, je ontmoet iemand of je leest een verhaaltje over iemand, dan denk je misschien dat die persoon ook een warmere persoonlijkheid heeft. Dus het concept warmte is dan geprimed en daardoor ben je misschien, denk je ook dat iemand vriendelijker is. En misschien beoordeel je persoonlijkheid dus anders als je een warm kopje versus een koud kopje vast had. Nou, dat werd ook gevonden, dus opnieuw een heel leuke bevinding voor John Bartsch. Opnieuw dus ook beschreven in jullie boek. Maar dit is ook weer een onderzoek wat opnieuw is uitgevoerd en recentelijk niet is gerepliceerd. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk om naar deze colleges te kijken. Want soms moet ik dus ook informatie herstellen die in jullie boek staat. Dus dit onderzoek is wel degelijk uitgevoerd en John Bartsch had wel die resultaten. Maar deze heeft dus eigenlijk die replicatietest niet overleefd. En dat geldt eigenlijk voor best wel veel onderzoek over priming. Dus of dat concept, het werkt zeker, dus je kan mensen primen met een bepaald schema, maar of het vervolgens ook echt invloed heeft op onze beslissingen, op onze gedragingen, ja, dat stukje, dat is eigenlijk, dat ligt wat genuanceerder. En toch wordt dat het principe van priming ook door mensen in marketing, reclamemakers, heel erg omarmd. Bijvoorbeeld door het concept product placement, jullie misschien bekend. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een soort van sluikreclame ziet als jij naar je favoriete soap zit te kijken. Dus in goede tijden, slechte tijden drinken ze bijvoorbeeld, misschien van een bepaald merk frisdrank. En dat zie je dan heel duidelijk in beeld, dus dan worden ze gewoon gesponsord door die frisdrank. Ook bijvoorbeeld in videoclips, zoals hier zie je Lady Gaga in een stil van haar videoclip Telefoon, met een blikje Cola Light in haar haar gedraaid. Hele slimme, soort van subtiele manier van Coca-Cola om reclame te maken, om zichzelf, ja, om hun product te laten zien op een moment dat je het misschien niet verwacht. Ook in films wordt het veel gebruikt. En er is ook een heel mooi voorbeeld, vind ik, van product placement in de wereldse bekerfinale voetbal in 2010... voor degene, jullie waren misschien nog een beetje jong toen, maar ja, voor mij staat het echt in mijn geheugen gegrift. Hele belangrijke finale, namelijk Spanje tegen Nederland. Ja, we willen hem verder vergeten, want we wonnen dus die tweede prijs, die zure tweede prijs bij het wereldkampioenschap. Maar er was naast Spanje nog wel een andere winnaar en dat was namelijk Louis Vuitton. En Louis Vuitton is natuurlijk een heel duur merk die vooral heel erg bekend staat om koffers en reisproducten die ze maken. En wat zij nou hadden gedaan was, zij hadden een ontwerp gemaakt om de wereldbeker in te vervoeren. Dus hier zie je dat de wereldbeker, de grote trofee van de FIFA, wordt vervoerd in een Louis Vuitton koffer. Dus een heel mooi voorbeeld van product placement gebruiken, priming, een soort van sluikreclame met allemaal het idee dat het dus ook gaat helpen om mensen dat product meer te laten kopen. Alleen dat laatste stukje, daar is dus eigenlijk best wel weinig bewijs voor. Dus we gaan wel Coca-Cola zien en we zien Louis Vuitton en we zien Doritos. Maar of het vervolgens ook meer gaan kopen, daar is eigenlijk best wel weinig bewijs voor. Nou goed, priming, dat wordt gebruikt door, er wordt veel onderzoek naar gedaan, marketeers gebruiken het. Maar we worden eigenlijk de hele dag door geprimed. Als je gewoon rondloopt, dan zie je bepaalde merken, je denkt aan bepaalde dingen doordat mensen er iets over zeggen. En we worden ook geprimed met ideeën en gedachtes van andere mensen. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat jij bij een bedrijf werkt en er komt een nieuwe baas bij jou werken. Ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Wie is die nieuwe baas? Wat kan ik verwachten? En je gaat een beetje rondvragen bij mensen die misschien die nieuwe baas kennen. En dan kom je iemand tegen, een kennis die je al lang niet hebt gesproken. En zegt, ja, ik heb een nieuwe baas, Jan de Vries.
En ik dacht, oh Jan de Vries, oh, wordt dat je nieuwe baas? Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ik heb daar echt heel erg verhalen over gehoord. Ja, dat is heel slecht nieuws voor jou, want dat is een hele dominante man. Heel vervelend, naar, heel directief, dominant. Echt een vervelende, autoritaire leider. Dus je hoort dat verhaal en denk je, oh, dat is niet mooi. Nou, en met dat idee ga je dus die baas op een gegeven moment ontvangen. Maar voordat je die baas ontvangt, komt die kennis nog even naar je toe. En die zei, ja, wat ik jou eerder vertelde, hè, over die Jan de Vries. Ja, dat bleek over een hele andere Jan de Vries te gaan. Dus dat is helemaal niet die nieuwe baas van jou. Dan zou je denken, oké, dan herstel je dat. Hè? Dan denk je, oké, die informatie, die roddel, die klopte dus niet. Maar dat vinden mensen heel moeilijk. En dat komt, ja, dat wordt ook wel het perseveratie-effect genoemd. En dat wil zeggen dat als wij eenmaal een bepaalde overtuiging hebben, dat die overtuiging eigenlijk blijft hangen. Zelfs als wij informatie krijgen waardoor die informatie niet blijkt te kloppen. Dus we blijven dat vasthouden aan dat beeld. En dat heeft heel veel gevolgen. Kijk maar mee. Stel je voor, je hebt die roddel gehoord en je weet dus eigenlijk klopt het niet. Maar vervolgens komt die nieuwe baas bij jou werken. En je hebt niet gelijk een ontmoeting met hem. Die ontmoeting staat wel gepland, maar die heb je niet gelijk. Eerst ga je hem een beetje observeren. Je bent zelf aan het werk en je ziet hem een beetje rondlopen. En op een gegeven moment zie je dat jouw nieuwe baas die heeft een gesprek met je secretaresse, met de secretaresse van jullie bedrijf. En hij praat daarin een beetje harder. Hij verheft zijn stem een beetje en hij zegt, maar dit moet echt anders. Dit moet echt opgelost worden. En je denkt, oh, zie je wel, het klopt wel. Hij is gewoon helemaal niet aardig. En tegen die aardige secretaresse gaat hij ineens een beetje zo streng praten. Dus ja, het zal wel kloppen dat hij eigenlijk ook helemaal niet zo vriendelijk is en inderdaad heel autoritair. Dus dat is in lijn met jouw vooropgestelde idee, jouw initiële idee. Misschien zie je later een voorbeeld dat hij zich heel anders gedraagt. Misschien zie je hem later in gesprek met een collega van je en is hij juist heel erg geïnteresseerd, vriendelijk, warm. En ja, zou je dus eigenlijk je beeld bij moeten stellen. Maar opnieuw doen we dat niet. Want wij zijn selectief in de informatie die wij zien en ook die wij ook interpreteren en opslaan. Dit noemen we confirmation bias. Dus als wij een bepaalde overtuiging hebben van hoe een persoon in elkaar steekt, dan gaan we eigenlijk op zoek naar voorbeelden waaruit blijkt dat we gelijk hebben. En als wij voorbeelden krijgen dat iemand zich eigenlijk heel anders is, dan doen we gewoon even onze ogen dicht. Daar hebben we gewoon heel weinig aandacht voor. En op die manier houden we eigenlijk onze ideeën in stand. En mensen zijn dus eigenlijk een beetje lui. Als wij ons oordeel gevormd hebben, dan komen we daar heel moeilijk nog maar van terug. Dus uiteindelijk heb je een vrij stellige overtuiging dat jouw baas een autoritaire en dominante man is. En vervolgens heb je je eerste kennismakingsgesprek met hem. Denk jij dan dat jij zelf heel erg open bent en vriendelijk en iemand echt een goede eerste kans geeft? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaan jouw ideeën over hoe die persoon is jouw gedrag sturen. Jij verwacht dat iemand onaardig is en wat doe je? Je past je eigen gedrag aan en je bent zelf ook wat onaardig. Je bent wat cool, wat afstandelijk, misschien zelfs een beetje onvriendelijk. En natuurlijk gaat jouw nieuwe baas daarop reageren. Je denkt, wat krijgen we nou? Ik ben hier net nieuw en meteen is iemand heel erg onaardig tegen mij en onvriendelijk. Dus je krijgt een onaardige reactie terug. Dit is opnieuw een voorbeeld van iets dat we eerder hebben besproken, een self-fulfilling prophecy. De verwachting die jij hebt over iemand, of over jezelf, geldt er trouwens ook bij, de verwachtingen die jij hebt, zetten gedrag in gang die verwachtingen bevestigen. Dus je wordt eigenlijk, jouw voorspellingen komen uit. Maar niet omdat ze waar zijn, niet omdat het echt klopt. Maar omdat jij eigenlijk zelf gedrag vertoont die dat gedrag ook uitlokken. En als je dat valse gerucht, die roddel in het begin niet had gehoord, had het misschien heel anders uit kunnen pakken. Dan had je misschien een hele leuke, gezellige ontmoeting gehad met je nieuwe baas. Dus het is heel gevaarlijk hoe roddels werken en hoe op die manier beeldvorming tot stand komt. Het is ook gevaarlijk omdat we weten dat het heel veel gevolgen heeft voor intergroepsgedrag. Voor hoe wij kijken naar mensen in onze omgeving. Dus wat is de consequentie? Dat is dat wij de wereld eigenlijk heel simplistisch zien. Dat geldt niet voor iedereen, maar bijvoorbeeld wel voor iemand die jullie vast allemaal wel kennen, Donald Trump. Hier zie je hoe hij de wereld ziet. En volgens Donald Trump bestaat de wereld een beetje uit terroristen en Miss Universe Farm. Dus mensen die daar worden Miss Universe gekweekt. En je hebt dan Trump World, tenminste dat was toen nog, in 2016 kon hij het nog Trump World noemen. Nou, een heel simplistisch, natuurlijk overdreven simplistisch beeld van hoe mensen in verschillende landen zijn en wat je van ze kan verwachten. Dus als dit de schema's zijn die Donald Trump gebruikt om de wereld om zich heen te begrijpen, dan zet dat uiteindelijk dus ook zijn gedrag in gang.
En dat hebben we ook gezien toen hij uiteindelijk president werd in 2016. Ongeveer het eerste wat hij deed op 27 januari 2017 was dat hij een immigratieban oprichtte voor burgers uit 7 verschillende islamitische landen. Hij had een heel openlijk de overtuiging dat, dat mensen met een moslimachtergrond, dat die slechte intenties hadden. En hij zei dus, die mensen mogen de VS gewoon niet meer in. Onder geen enkel beding. Dus ook niet als jij familie hier hebt wonen. Ook niet als jij in een ernstige oorlogssituatie zit. Je bent gewoon niet welkom in de VS. En hij zei, dat is om onze prachtige, grote Amerika te beschermen. Dus voor hem, die simplistische beelden van hoe mensen in elkaar zitten, ja, zette ook discriminatiegedrag in gang. En hij heeft daarmee natuurlijk ook heel veel mensen beïnvloed. Niet alleen mensen van die landen, maar ook de beeldvorming in de VS heeft hij heel erg gestuurd door deze zeer simplistische, stereotype benadering van mensen uit moslimlanden. Dit zou een tijdelijke ban moeten zijn geweest, maar uiteindelijk is het gedurende zijn hele presidentschap in stand gebleven. En het is inmiddels door Joe Biden, in de eerste week dat Joe Biden president was, is dit meteen afgeschaft. Dus inmiddels geldt deze ban niet meer. Maar het is een voorbeeld van hoe die schema's en die verwachtingen die we hebben over anderen, hoe dat uiteindelijk ook kan leiden tot hele grote problemen, namelijk problemen op het gebied van discriminatie. Van mensen op basis van bijvoorbeeld hun religie of achtergrond. En nou, meer over dat thema in het laatste college 13, daar zijn we nog lang niet. Voor nu is dit het einde van dit gedeelte van het college.